keert Sebastian Vettel dan toch terug in de Formule 1? En wat vindt hij van de situatie bij Red Bull? Betaalt Formule 1-eigenaar Liberty Media miljarden om ook nog eens de eigenaar van de MotoGP te worden? En een belangrijk teamlid van Max Verstappen vertrekt naar een ander team. De Formule 1 ligt allemaal stil tijdens het paasweekend, maar toch is er weer genoeg om te bespreken. En dat gaan we uiteraard weer doen in deze video. Vergeet je niet te abonneren en dan gaan we gauw beginnen. Heb je even 3 seconden, want jij kunt Red Bull Racing merch winnen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is te abonneren op ons YouTube kanaal. De actie loopt vanaf 29 maart tot en met 7 april. En de winnaars worden bekendgemaakt in de podcast hier op 8 april. Dus waar was je nog op? Druk op abonneer, maak kans. Dus doe mee, zou ik zeggen. Dan gaan we nu verder met de video. Daar was hij dan ineens weer, Sebastian Vettel. De Duitser stopte eind 2022 in de Formule 1 en hing zijn helm aan de bilgen. Maar keerde deze week weer tijdelijk terug in de autosport. Vettel werkte namelijk een test af voor Porsche om zo Penske Motorsport te helpen in de voorbereiding op de 24 uur van Le Mans. En uiteraard kunnen geruchten over een eventuele Formule 1 comeback dan niet achterblijven. Mercedes heeft ook nog een stoeltje te vergeven namelijk voor 2025 en laat Vettel nou net goed contact hebben met Mercedes teambaas Toto Wolff. Vettel bevestigde na de test dat hij met Wolff praat, al bleef hij wel een klein beetje vaag. Vettel zei: "Dat is waar, maar we hebben er niet concreet over gesproken. Ik heb nog steeds contact met de mensen die me jarenlang direct of indirect hebben begeleid en met het circus meereisden. Ik heb het geluk dat ik veel mensen ken en als ik ergens nieuwsgierig naar ben, kan ik het direct vragen. Ik weet niet of er nog een stap volgt. Het voelt nu niet zo. Qua leeftijd ben ik niet de jongste meer. Maar als je kijkt naar andere coureurs, heb ik theoretisch gezien nog genoeg tijd. Dat is dus niet het eerste wat me van de terugkeer zou weerhouden. Maar het is voor mij nu niet het allerbelangrijkste thema." Vettel ging ook in op de saga bij Red Bull en de geruchten over de toekomst van Max Verstappen. Christian Horner werd vrijgesproken in een extern onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag, maar toch bleef het onrustig bij het team. Vettel denkt dat Verstappen alleen naar het sportieve aspect kijkt en Red Bull trouw blijft. Er is op dit moment natuurlijk veel onrust bij Red Bull, maar ik denk dat er vanuit een sportief oogpunt momenteel geen redenen zijn voor hem om aan een vertrek te denken. Natuurlijk ken ik het team, Christian Horner en Helmut Marko, nog steeds heel goed, ook uit mijn periode. Voor mij is het alleen heel lastig om er een mening over te vormen, omdat je niet weet wat er is gebeurd en wat er niet is gebeurd. En laat eventjes hieronder in de comments weten, zie jij een terugkeer van Sebastian Vettel in de Formule 1 zitten? Ja of nee? Laat het weten in de comments. En dan gaan we door naar Liam Lawson, want gaan we hem dit seizoen nog in de Formule 1 zien? Het zou zomaar kunnen. De Nieuw-Zeelander reed vorig jaar 5 races als vervanger van Daniel Ricciardo, maar moet dit seizoen toch weer van de zijlijn toekijken. Visa Cash App RB koos namelijk voor Ricciardo en Tsunoda als vaste coureurs voor 2024. Deze week doken er echter ook geruchten op dat de matig presterende Ricciardo zomaar snel zijn stoeltje aan Lawson zou kunnen verliezen. En RB zou daar wel eens niet al te lang mee moeten gaan wachten, want Lawson gaf een duidelijke waarschuwing af in een gesprek met Fox Sports Australia. "Voor mij is het de ultieme droom om voor Red Bull te rijden. Ik zit al meer dan 5 jaar in hun programma en ze zijn het meest competitieve team op dit moment. Maar het is ook een droom om überhaupt in de Formule 1 te rijden en als dat niet bij Red Bull kan, dan ga ik het ergens anders proberen." Dus met Daniel Ricciardo die onder druk staat en Liam Lawson die staat te trappelen, kan het nog wel eens een gekkere silly season gaan worden dan het nu al is. En dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Waarschijnlijk ken je de naam Liberty Media wel als je de Formule 1 al een tijdje volgt. Het Amerikaanse bedrijf nam in 2017 de Formule 1 over en heeft de sport zeer hard laten groeien, vooral op financieel gebied. Nu lijkt Liberty Media opnieuw toe te gaan slaan in de motorsport, want ze staan op het punt om de MotoGP over te nemen, meldde het Britse blad The Financial Times. Met de overname zou maar liefst een bedrag van meer dan 4 miljard dollar gemoeid zijn. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb het niet op mijn bankrekening. Er is wel nog een belangrijke kanttekening. De Europese Unie moet namelijk deze overname goedkeuren en dat is geen ABC'tje. Eerder was het bedrijf CVC de eigenaar van zowel de MotoGP als de Formule 1, maar zij moesten van de EU gedwongen afscheid nemen van 1 partij. Volgens de EU was het niet mogelijk om beide klassen in handen te hebben. Zouden ze nu van mening veranderd zijn? Ik noemde het net eigenlijk al, het silly season begon vroeg in 2024 en ook op de personeelsmarkt is deze nog steeds niet voorbij, want een belangrijke rechterhand van Max Verstappen bij Red Bull Racing vertrekt naar een ander Formule 1 team. Het gaat hier om Lee Stevenson, de hoofdmonteur bij Red Bull Racing. Stevenson maakte bekend dat donderdag 28 maart zijn laatste werkdag was bij de Oostenrijkse rennenstal. Gespeculeerd wordt is dat Stevenson naar het team van Audi vertrekt. Dat team gaat dan weer vanaf 2026 deelnemen aan de Formule 1 en is al een tijdje op zoek naar nieuw personeel.
Audi gaat dan het team van Sauber overnemen en is dus op zoek naar uitstekend personeel om competitief te zijn van 2026. Stevenson was vanaf 2006 in dienst bij Red Bull Racing, waarmee hij een flinke bak ervaring meeneemt richting het team van Stake F1 en dus het toekomstige team van Audi. Charles Leclerc en Lewis Hamilton als teamgenoten bij Ferrari, wie had dat vorig jaar kunnen voorspellen? Als je er geld op in had gezet, had je misschien zomaar net zoveel geld kunnen verdienen om de MotoGP te kopen, wie weet. Inmiddels weten we wel beter, want Hamilton vertrekt in 2025 daadwerkelijk naar de Italiaanse renstal. Leclerc doet op zijn beurt een opvallende onthulling in gesprek met Fox Sports Australia. De Monegasque wist al maanden dat de kans bestond, terwijl Hamilton in augustus nog zijn Mercedes-contract verlengde. Wat heeft zich daar allemaal afgespeeld? Leclerc zegt, ik wist al een aantal maanden dat het een mogelijkheid was. Uiteraard was het nog steeds een verrassing dat er een kans was dat het ging gebeuren. Lewis is de meest succesvolle coureur in de historie van de Formule 1 en het is gaaf om hem als teamgenoot te hebben. Ik kan natuurlijk veel van hem leren en het is een kans om te laten zien wat ik kan. Dat zie ik als een mooie uitdaging. Dames en heren, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vindt. Klik natuurlijk ook op abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En meteen belletje aanklikken, want dan mis je nooit een video-update zoals deze. Voor nu tot ziens en fijn weekend.